Het muziekcentrum Frits Philips sloot zondag het seizoen op een wel heel bijzondere manier af. Het Amsterdam Lookie Stardust blokfluitkwartet nam het publiek na afloop van een optreden als een soort van rattenvangers van Hamelen mee naar buiten de Heuvelgalerie in. Het muziekcentrum gaat de komende maanden dicht vanwege een ingrijpende verbouwing. Nou, er gaat heel veel veranderen. We staan nu bij de voorgevel. En die voorgevel, daar zie je eigenlijk helemaal niet dat daar een prachtig muziekgebouw achter is. En die gevel die wordt dadelijk helemaal opengebroken. We gaan de komende week 4 nachten slopen. Die gevel gaat er helemaal uit. De steentjes gaan weg, maar de karkas, de structuur blijft staan. Die wordt weer gestuukt en dan komt er een hele grote glaswand voor. Die schuin gaat hellen naar de voorkant. Waardoor eigenlijk het hele muziekgebouw van de laagste tot de hoogste verdieping transparant en zichtbaar wordt, ook van buiten. Wat ook gaat veranderen is dat er beneden de hele plint opengewerkt wordt en wij een open stadsfoyer hebben waar je een culturele ontmoetingsplaats van maakt en waar mensen overdag ook altijd terecht kunnen. Dus wij gaan het hele dag altijd open, gelijk aan de winkelopenstelling. En daarin komt bijvoorbeeld een hele grote wand. En in die wand kun je eigenlijk in het muziekgebouw in ons hart kijken. Daar kun je zien dat de podium is, een opbouw voor een orkest dat 's avonds is, een soundcheck van Ilse de Lange, een orkest wat aan het repeteren is. Dus wij kunnen dadelijk veel beter onze passie delen met de mensen. De verbouwing gaat 10,5 miljoen euro kosten. Op 9 oktober gaat het muziekcentrum onder de nieuwe naam Muziekgebouw Frits Philips weer open.